BNR die ziet licht aan het einde van de tunnel. En er zou zelfs sprake zijn van een zogenaamde zachte landing. Als we nu gaan kijken naar de situatie in de wereld, wat zien we dan? Inflatie daalt overal. Recessie blijft vooralsnog of uit of is een hele milde. Zonder het kan zijn dat je formeel over een recessie praat, maar niemand die het merkt. Werkloosheid blijft laag. Aandelenkoersen stijgen. De huizenprijzen stijgen weer. En dat allemaal nadat de rente van 0 naar 4-5% is opgelopen. Het heeft er ineens heel veel weg van dat we getuigen zijn van die zachte landing. Ze hebben het geflikt. Ja, hier lijken ze toch een soort van licht en optimistisch. Alhoewel, je ziet het niet in deze video, maar deze econoom die was persoonlijk niet helemaal overtuigd. Hij zei dat hij voorziet dat in Nederland met betrekking tot de opgelopen rentes de effecten eigenlijk nog wel zullen moeten komen. Wat denk jij, Ab? 100% eens. Ik ken Edin goed, macro-econoom uit voormalig Bosnië. Gevlucht vanwege inflatie en de oorlog. Jouw schijf, Pim. Daar is hij door gevlucht. Ik heb jarenlang ook een aantal lezingen met hem georganiseerd. Gevlucht uit Nederland of gevlucht? Uit Bosnië. Naar Nederland, oké. Okay. Ja. Zijn vader is ook bijna doodgeschoten. Maar goed, het is een heel verhaal, zit achter deze meneer. Maar ik ken altijd zijn lezingen ken ik goed. Ik ken zijn visie goed. Ik heb zijn boeken gelezen. Maar ik denk dat Edin straks nog iets te melden heeft. Tenminste, dat hoop ik. Want venijn zit bij Edin vaak in de staart. Dus hij begint heel soft. En meestal zie je dan toch nog een waarschuwing eruit komen. Moet je goed opletten. Want als je dat filmpje verder zou bekijken, dan komt er een waarschuwing uitrollen. Dat alles nog op ons af moet gaan komen. Dat is feitelijk zijn boodschap. En dat heeft hij altijd zo gedaan. Maar ja, wat er komt is, ik ben het met Pim eens, is natuurlijk desastreus. En waar ik me natuurlijk zorgen maak, zijn niet enkel die ondernemers. Maar we gaan ook te maken krijgen met een hogere werkloosheid. Want we praten nu volop over ondernemers, maar bij al die ondernemers werken mensen. En laat nou in het voorbeeld van Pim, van die 60.000 bedrijven die failliet gaan. En laten we van die 90.000 nog eens 40.000 pakken, dat rekent lekker. Dan heb ik 100.000 bedrijven die op een of andere manier door het putje gaan de komende maanden. Nou, laat daar nou eens 2 mensen gemiddeld werken. Dan praat je in één keer over 200.000 mensen die op straat komen te staan. In een tijd dat we nog steeds over bordjes zien, collega's gezocht. Dat kennen we helemaal niet meer. De jongeren nu weten niet eens wat werkeloosheid is. Ze kunnen alles kiezen wat ze willen. Maar wij komen nog, en zeker ik, kom nog uit tijdperken dat er grote werkeloosheid was. En dat is helemaal, dat land helemaal niet meer bij de mensen. Zijn mensen ook niet meer bezig. Ja, ik denk, veel mensen hebben wel een onderbuikgevoel. Maar dat is wel het gevolg van die ondernemers die wegvallen. Er zitten werknemers achter. En het gaat natuurlijk niet enkel over die coronasteun. Het gaat over die hogere rente. Het gaat over het feit dat Duitsland al twee kwartalen in recessie is. Er is veel meer aan de hand. Als je dat ziet, dan weet je gewoon dat we toch een scenario gaan krijgen wat we lang niet meer hebben gehad. Ja. Gisteren publiceerde het CBS de laatste cijfer over consumentenvertrouwen. We zien het hier ook in beeld. Het consumentenvertrouwen is onverminderd negatief. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid veranderen niet, volgens het CBS. Dus consumenten zijn al 4 jaar onafgebroken negatief. Ja, dat is toch behoorlijk pessimistisch. Nou, ik vind het realistisch. Want ja? Ik spreek natuurlijk wekelijks consumenten. Hè? Zowel ondernemers als particulieren, jongeren, ouderen, mensen die met pensioen zijn. Dit hoor ik al jaren. Dus deze mensen komen niet in het nieuws. Die komen niet bij Blackbox, komen niet bij Op1. Maar deze mensen ervaren dit allemaal wel en zien dit allemaal wel. En dat is lastig om dat te erkennen. En je ziet het ook niet goed, want het terrasje zit nog steeds vol. Maar het begint al minder te worden. Er zijn al minder vakanties geboekt. Dus mensen houden hun hand al op de knip. Dus die ongerustheid is er. En met name dat eerste woord, dat is cruciaal, vertrouwen. Het vertrouwen is weg. Niet enkel in de economie, maar ook in de politiek, in de media. In allerlei instituties is het vertrouwen gewoon weg. En mensen voelen dat feilloos aan. Laat ik zeggen, de bestuurders van dit land of van Europa of van welk werelddeel dan ook leven vaak boven de mensen heen. En hebben geen benul wat er in die samenleving leeft. Maar ze leven in een soort van spreadsheet werkelijkheid. Want als je dan kijkt naar de werkloosheid, die is dan heel laag, 3,5%. Maar ja, 1 miljoen mensen die gaat de komende tijd de armoede in. Als gevolg van het aflopen van een aantal regels. Heel veel werkende arm heb je in Nederland. En dan zou je denken, ja, 3,5% werkloosheid. Niks aan de hand. Maar er is gewoon heel veel onderhuidse armoede en pijn. En schulden. Dat zien ze niet voldoende. Laten we niet vergeten dat er 6 miljoen huishoudens zijn in dit land. Die werken, werkende huishoudens. Als daar de toeslagen wegvallen, het hele toeslagencircus wegvallen, dan vallen die mensen gewoon in armoede. Echt definitief in armoede. Dus er worden 6 miljoen huishoudens overeind gehouden door een toeslagsysteem. Dus feitelijk zijn ze eigenlijk al overgeleverd aan de overheid.
Dus je zou heel vaak makkelijk van het toeslagsysteem naar een basisloon kunnen gaan. Dus je ziet al hoe dun het allemaal is. Het is een schijn. Het is een schijn. Een schijnwelvaart die we hebben. Vol met schulden. Heb jij een voorkeur voor basisinkomen? Ja en nee. Alles heeft zijn plus en zijn voor- en zijn nadelen. Ik weet het niet. Het basisinkomen maakt mensen wel vreselijk afhankelijk, snap je? Maar goed, zo doorgaan kan ook niet. Dus er moet wel een alternatief gekomen. Maar dat vertrouwen, dat is eigenlijk het sleutelwoord. Het vertrouwen is weg. Ja. En dat is wel schokkend dat het vertrouwen weg is. Want vertrouwen is weg in bijna alles. Herken je dat ook? Dat zoveel mensen vertrouwen hebben verloren op al deze thema's? Wat Appe dat aangaf over oplopende werkeloosheid. Of in ieder geval mensen die weer op zoek zijn naar een baan. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, ik heb een boekhoudkantoor. Was het jarenlang echt bijna niet te doen om boekhouders te vinden. Maar wat ik dus nu om me heen zie gebeuren, is dat mensen zich melden. Die hebben bijvoorbeeld op de boekhoudafdeling van, niet bij een accountskantoor gewerkt, maar bij een willekeurig MKB-bedrijf. Daar gaat het minder. Daar zien ze dat hun baan misschien op de tocht komt te staan. En nu zijn ze aan het solliciteren naar een andere functie. Dus ik zie na een lange tijd van eigenlijk schaarste op dat gebied, zie ik eigenlijk de afgelopen maanden zie ik een aanwas van mensen die zich melden en die op zoek zijn naar een baan. En dat is een significant verschil met de afgelopen jaren. Ja, dan wellicht een klein uitstapje op, maar jij waarschuwt vaker voor een controlemaatschappij. Je noemt het total control. Mm-hmm. En de digitale euro zou daar mogelijk onderdeel van zijn. Wij spraken eerder vandaag met Europarlementariër Michiel Hoogeveen. Die is in Brussel aangesteld als onderhandelaar voor de digitale euro. Stap 1 voor mij is dat in te zetten op een amendement ter verwerping. Daar meerderheden voor zoeken. Zoals ik op mijn filmpje in Twitter al, of in ieder geval de aankondiging dat ik onderhandelaar ben, al zei, daar is waarschijnlijk geen meerderheid voor. Wat ons betreft wordt het eigenlijk dan een soort chipknip. Dus dan wordt het een iets waarbij je, ja, je kan het opladen. Je kan er incrementele, dus kleine betalingen mee doen. Het enige voordeel wat het dan heeft, de digitale euro, zou dan zijn dat je dus offline digitale betalingen kan doen. Dus je kan zonder internet, je kan dan geld op je telefoon of op je pasje laden en daar kan je kleine betalingen mee doen. Heeft dat toegevoegde waarde? Wij denken van niet. Daarnaast wat ik er echt in wil is dat, nou ja goed, in het voorstel van de Europese Commissie, en dat is iets wat jullie kijkers volgens mij heel erg veel zorgen baart, dat is die programmeerbaarheid van een digitale munt. Dus dat het mogelijk zou kunnen zijn om bijvoorbeeld dat je niet meer mag vliegen en dat ze dat kunnen programmeren. Dat die betalingen worden geblokkeerd. Of als je geld krijgt van de overheid met het doel dat moet naar duurzaamheid. Dus bijvoorbeeld het aanleggen een laadpaal of een zonnepaneel. Dan kan je daaraan uitgeven, maar niet aan het kopen van een biefstukje. Nou staat er in het commissievoorstel dat dat absoluut niet kan, dat dat niet mag. Maar ik zou er dan toch ook wel in willen hebben dat dus nooit zou mogen kunnen. Paul, ik begin even bij jou. Ben jij voor of tegenstander van de digitale euro? Ik ben daar tegenstander van. Ik heb in het verleden ben ik wel betrokken geweest bij een initiatief om een soort van veilige rekening te starten voor mensen in Nederland. Met de Postenbank tussen 2015 en 2019. Maar dat was dan een bank en niet de centrale bank waar je het kon stallen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar hoe de overheid met name tijdens de coronacrisis zich heeft gedragen, denk ik niet dat je ze zoveel macht moet geven door een munt uit te geven. En ook de manier waarop het dan misschien wordt vormgegeven als een chipknip. Nou, de chipknip is gefaald omdat mensen het niet gebruikten. Dus zelfs als ze het zo zouden doen, en de meeste mensen zullen denken van ja, waarom heb ik het eigenlijk? Je had vroeger wel een anonieme chipknip, dat weten mensen niet. Maar je had de prepaid chipknip, ook die kon toeristen kopen. Het waren gewoon kaartjes die je dan anoniem kon kopen. Als het zo wordt ingericht, ja, dan kan je het misschien gebruiken als cash. Dan heb je gewoon een kaartje zonder jouw naam erop in je pas. Wellicht, maar uiteindelijk is de hele discussie verkeerd omgegaan. Want eerst had het volk zich moeten uitspreken of ze dit wensen. En vervolgens kan de centrale bank daar misschien wat mee doen. Maar hoe het nu gegaan is, dat de centrale bank op eigen initiatief dit is gaan ontwikkelen. En dan nu nog eventjes aan de Europese Commissie geven. Jongens, geef er je zegen over. Dat is compleet paard achter de wagen spannen. Ja. En Appe, ben jij een beetje gerustgesteld met de afzwakking van de digitale euro naar een vorm van chipknip? Het is een soort omtrekkende beweging. Want uiteindelijk is het doel natuurlijk toch dat die CBDC ons normale private geld gaat overnemen. Dat is mijn idee erachter. En ik denk dat ik daar ook al redelijk goed in zit.
Kijk, laat eerlijk wezen, hoe het ook went of keerde, die banken zijn allemaal in 2008 gewoon failliet gegaan. Klaar. En dat we die gedekt hebben met 8000 miljard. En dat doen we nog steeds, om dat circus overeind te houden. Ja, dat kan je niet vol blijven houden. Dus je kunt die banken niet laten vallen, want dan moet je 8000 miljard afschrijven. Dus vandaar dat men nu dus hard bezig is om die CBDC in te voeren. Maar men ziet natuurlijk ook, hè, Nigeria is een mooi voorbeeld. Daar weigerden mensen dit jaar om die CBDC gewoon te downloaden. Dat appje te downloaden, wat Paul eigenlijk ook aangeeft. Men heeft geen vertrouwen. Ik kom weer op dat woord terug. Men heeft geen vertrouwen. En ik denk dat de meeste mensen helemaal niet doen. En er zal echt een grote groep die zal misschien dan toch wel willen gaan uitproberen. Maar ik denk dat naarmate de tijd vordert, het vertrouwen afneemt. Dus krijg het dan maar voor elkaar. En dan zie je ook hier weer, het wordt boven de mensen bedacht. Hè? Door allerlei houten methoden bedacht. En dan moeten wij het allemaal gaan doorvoeren. En ja, helaas, Nederland loopt daar denk ik toch voor een deel in voorop. Prachtig wat deze meneer hier zegt. Is volgens mij van jaar 21. Prima. Maar het merendeel van de collega's van hem in de Tweede Kamer, die zogenaamde volksvertegenwoordigers, die gaan gewoon mee. Die gaan gewoon mee. Die hebben geen benul wat over gaat en die gaan gewoon mee in de flow. En ja, we krijgen een controlestaat. Die hebben we nu al, maar die neemt alleen maar toe. We krijgen niet een beetje vertrouwen van Michiel Hoogeveen op deze positie? Fijn dat hij daar zit, prima. Hij kan de zaak misschien nog wat remmen, maar er wordt over hem heen gewalst. Denk je niet dat hij het verschil kan maken? Nee. Het is lang beslist, wordt uitgevoerd. Hoogheid doet men vertragen, versnellen enzovoort. Dit plan wordt gewoon doorgedrukt. Ja. Goed schiks of kwaad schiks. En wij zullen ook verleid worden. Ik ben ervan overtuigd dat we heel veel mensen weten te verleiden om die 3000 euro die je straks maximaal mag spenderen op je CBDC, om die te gaan gebruiken door een hogere rente of meer bankgarantie. Of misschien krijg je wel 300 CBDC-euro's gratis. Mag je, of 300 euro, mag je gebruiken gewoon. Ja, dat laat je toch niet liggen. Ga je proberen. En waar er heel weinig over gesproken, maar ik heb recent discreet met een hoge bankier gesproken. En blijkbaar in Zuid-Europa is die 3000 euro limiet echt wel een probleem. Want heel veel banken in Zuid-Europa, je hebt daar veel meer banken dan in Nederland, die hebben heel veel kleine spaardertjes. En als er dan een crisis ontstaat en die kleine spaarders daar trekken hun geld weg bij die banken, dan zou dus een crisissituatie, zouden heel veel van die kleine volksbankjes in Zuid-Europa om kunnen vallen na de introductie van zo'n digitale euro. Dus eigenlijk is het vanuit de ECB ook weer een soort van coup om nog meer macht naar zich toe te trekken en ook de banken nog verder te consolideren. Dus in plaats van een lappendeken van heel veel kleine bankjes, wat je in Duitsland en Zuid-Europa nog hebt, krijg je straks enkel een paar grote banken met een sterke ECB erboven. Dus het is eigenlijk gewoon een in zekere zin een machtsovername, ook op Frankfurt-niveau van het hele bankensysteem. Ja, je hebt vaker je zorgen al gedeeld en het lijkt erop dat die zorgen hier in Nederland ook niet minder worden. Denk je dat het leefklimaat hier in Nederland dusdanig gevormd wordt dat steeds meer mensen vertrekken uit het land? Ja, ik kan natuurlijk alleen maar afgaan op wat ik lees en wat ik hoor, maar met name wat ik hoor van de mensen, snap je? En als mensen bij mij aan het bureau zitten of ik spreek de mensen op andere locaties, ja, dan maakt men zich zorgen. Niet enkel zorgen over het financiële systeem, maar ook over pensioen. We weten allemaal dat pensioen min of meer, ja, er is een nieuw pensioenwet doorgevoerd. Ja, feitelijk is ons pensioen, zijn we voor een deel zelfs kwijt. Goed, het is wat populist wat ik nu zeg, maar dat is feitelijk wel zo. En mensen maken zich zorgen over, ook over het zorgstelsel, over de kosten, over energie, over ons schoolsysteem. Ik heb veel mensen gesproken die het land hebben verlaten, niet om fiscale redenen, maar die gewoon zeggen, luister, wij willen onze kinderen, kleine kinderen, willen wij niet blootstellen aan dit schoolsysteem. Ik heb mensen gesproken met pubers die zelfs dit land hebben verlaten. Dus allerlei mensen hebben allerlei redenen om een stap te zetten naar buitenland. Niet altijd definitief, maar ik vind er verdacht veel wel definitief die stap zetten. Om dit land te verlaten. En dat heeft alles te maken met het leefklimaat. En ik denk, in alle eerlijkheid, als die meneer, die Paus Timmermans, weet je, nee, Frans Timmermans, als Timmermans hier de chart krijgt in dit land, nou, dan denk ik dat je de volgende migratiebeurs in Houten, nou, daar kunnen ze denk ik wel een aantal zalen bij gaan zetten. Want ik denk dat heel veel mensen het land verlaten. Ja, vraag... Ondernemers en particulieren, oud en jong. Ja. We kunnen het te maken krijgen met een exodus. Gewoon met zoveel mensen die het land... In Duitsland zie je het ook al, hè? Er is een leegloop, vindt er plaats, van Duitsers die bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika gaan. Ongekende aantallen Duitsers verdwijnen gewoon uit Duitsland. Die zien daar de toekomst niet meer voor zich in dat land. En dat zie je in Nederland, ziet het ook gebeuren. Ja. Vorig jaar zijn er 200.000 of 250.000 Nederlanders zijn er vertrokken. Kom misschien ook een beetje door je advies. Hè? Je hebt die vaker aan tafel gezegd. Mensen moeten vertrekken, koop wat in het buitenland. Ja, jij blijft toch? Ja, je zou er bijna een masterclass voor organiseren.
Nou, we hebben deze vraag ook even getoetst bij het ministerie van Financiën. Herkennen jullie de trend dat steeds meer Nederlanders vanwege financiële redenen op zoek zijn naar een toevluchtsoord, naar het buitenland? En daarop hebben ze gezegd, het kabinet heeft in augustus 2022 een historisch groot pakket met koopkrachtmaatregelen van ruim 3,5 miljard euro ingericht. Zie brief als bijlage. Nou, die brief laten we vandaag niet zien. Maar jouw stelling dat steeds meer Nederlanders om financiële redenen naar het buitenland gaan, komt niet uit het CBS-onderzoek en kan het ministerie van Financiën niet bevestigen. Ja, nou, ze lopen altijd achter. Altijd. Ik doe al 37 jaar onderzoek en ze lopen altijd achter. Dit kabinet, alle kabinetten. Laat het even hier. CBS ook. Jij hebt mensen die zijn vertrokken. Heb jij mensen die zijn vertrokken? Ja, heel veel. Maar even inhaken op die financiële redenen. Ik denk dat ze daar ook nog wel eens een punt kunnen hebben. Want de mensen die ik spreek, die gaan ook niet per se om financiële redenen vertrekken ze. Dat zijn mensen die vertrekken ook om hele andere redenen. Dat ze het klimaat bevalt ze niet meer. Of het onderwijsstelsel voor hun kinderen. Of de zorgstelsel. Of de politiek. Wat dan ook. Zij zien gewoon de toekomst niet meer voor zich in Nederland. En ook al gaat het heel goed met ze trekken weg. En ze hebben misschien ook nog wel de mogelijkheid om te vertrekken. He, dus in die zin kan daar ook nog wel een punt in zitten. Maar dat er dus sprake is van een hele grote groep mensen die vertrekt en op zijn minst plannen heeft om te vertrekken, want het is talk of the town, dat zie ik heel veel gebeuren om me heen. Ja. En dan in het kader van perspectief voor de mensen die besluiten wel in Nederland te blijven af, wat zou je hen adviseren? Ja, dan zou ik zeggen, volg alle ontwikkelingen op de voet en probeer zo ver mogelijk van die overheid weg te blijven. En natuurlijk, je moet gewoon meedoen in deze samenleving. Je betaalt gewoon belasting, dus doet met alles mee. Maar stel nu dat over 3 jaar een proef ontstaat bij de CBDC en jij krijgt bijvoorbeeld een appje van je bank, dat je nu op je bank pas nog een apart blokje hebt wat je aan kan vinken en dan heb je dus die 300 gratis CBDC-euro's, doe daar niet aan mee. Ja, en dat geldt natuurlijk ook wat er rond corona is gebeurd. Er zijn heel veel wakkere Nederlanders die hebben zich niet tot de laatste spuit vol laten drukken. Dus wees alert, doe zelf onderzoek en volg niet alle adviezen van de overheid op. Ik zou bijna zeggen, ik zit heel anders in elkaar. Elk advies van de overheid doe ik altijd contrair. Als de overheid zegt links, ga ik standaard rechts. En dat bevalt me uitstekend, al heel wat jaren. Ja. Dat is een beetje zwart-wit wat ik nu zeg. Maar waar ik het mee aan wil geven is, doe zelf onderzoek en laat je informeren. En denk goed na bij de stappen die je zet. En dat kunnen stappen zijn ook van, oké, in Nederland. Ik zie ook, wat ik ook een trend zie, is dat veel mensen, steeds meer mensen, de grote steden verlaten. Met zo'n hele 15-minuten stad en met die blokkades in Amsterdam. Nou, reken erop dat nog meer mensen zeggen, ja, misschien moet ik gewoon richting Oost-Nederland of Groningen. Ja. Of Zeeuws-Vlaanderen. Want mensen trekken ook weg uit de grote steden. Ik heb ook veel mensen gesproken, die zijn inmiddels uit de grote stad weg. En hebben gezamenlijk een boerderij gekocht of zo. Ik kom dus allerlei initiatieven tegen van Nederland. Die zeggen, we blijven in Nederland. Maar we proberen zo lang mogelijk zelf te voorzien. En zo lang mogelijk te overleven in dit land. Ja. Dat is prima.